Ik zit vast, jongens. Ik kom er niet uit. Ik wil grabberen. Ik wil naar een grabberfeest en ik kom er niet uit. Godverdomme, kinderslot op mijn auto. Party vanavond en ik heb een afspraak met Danny. En de deur staat al open. Hallo. Hallo, zijn jullie van Rijnmond? Wij zijn van Rijnmond, ja. Hey, ik ben van Dordrecht. Jij bent van Dordrecht. Linda. Hey. Heb je eindelijk gevonden? Ja, wat ik aan de lijn heb. Ja, oh, ben jij dat? Ja. Waar is Danny? Wie is Danny? Want ik had een afspraak met Danny. Jij bent Danny. 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 Jongens, doet je indrinken? Hier wordt ingedronken? Nee, ja, het is half-half. Half-half. Het is een housewarming point. Nee, we wonen hier net, zeg maar. Ah, oké. Okay. Dus de bankstel moet nog komen. Heb ik de goede schoenen aan voor een gabberfeest? Ja, je hebt puntschoenen aan. Dus je, nee. Puntschoenen! Puntschoenen! Ja! We gaan? Ja. We gaan. Hé, hey, jullie gaan mee hakken dan vanavond. We gaan mee hakken, ja. Okay, doe eens voor, even een keertje. Nee. Ik moet een beetje inkomen. Als je niet kan hakken, dan kan je echt niet mee, hoor. Ja, maar, nou, ik moet je buiten gesloten. Doe eventjes voor dan. Doe dan even voor, dan leer het me dan even. Leer het me dan even. 1, 2, 3, 4. Oh, Rutger gaat los. Richard doet zijn best. Hé, Rutger. Richard. Danny. Oh, die is al binnen. Danny is al naar binnen. Nou, dan ga ik ook naar binnen. Doei. Oh. Gezellig. Waarom doen jullie dit nou? Voor de veiligheid. Waarvoor? Wapens. Voor jullie, voor ons, wapens en drugs. We zijn er door. Er zijn dus 3 zalen hier in Amigos in Dordrecht. En dit is een van de zalen en het is eigenlijk overal alleen maar hardcore, terror, gabber, boom, 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 boom. Kijk zelf maar even. Misschien nadoen. Oké! Lekker losgaan, ja! Oh, daar ga ik even bij staan. Zo? Ja! En jij doet je tong dan naar buiten ook. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, het ziet er ook erg leuk uit. Wat stond jij nou met haar te doen net? Nee, kom op. Hoezo? Dat is mijn vriendinnetje. Maar je staat toch niet zo open en bloot in de kroeg te tongen? Of in een, disco? Waarom niet? Dat moet wel kunnen.
Ja? Ja. Nou, dit is dus zaal 2. En de muziek wordt eigenlijk alleen maar erger. De muziek, de beat. Kijk niet zo raar, joh. Nee, die ken ik niet. Hè? Nee, die ken ik niet. Ik kijk toch helemaal niet raar? Ik kijk wel raar. Nee, ik heb lens in. Kijk down to the beat, beat wall. Kan ik voor een motherfucking energy in de house rollen? Hey, die teksten zijn sterk, hè? Schrijven jullie die zelf ook? Die teksten? Dat is meestal gesampled uit films en uit andere platen. Soms schrijven we wel eens zelf teksten, dat wel. Klopt wel eens, maar ja, dat is heel belangrijk wel eens. Noem eens even zo'n tekst. Ik heb het niet geschreven, maar voor de seks, voor de drugs, voor de bitch in the hoes, voor de pimp in rise, voor de coke in mijn nose. Dat is een beetje gymplaatje. Daar hoor ik drugs in en hoor ik pooier in. En dat is nou juist wat ze hier niet willen, want ze willen dat vooroordeel niet bevestigd zien. Nee, okay, en dan kom jij weer met drugs, dan komt hij weer met drugs aan. Kijk, dus het gaat dus dol om drugs. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk juist. Hakken! Hey, jij bent toch geen gabber? Jawel. Moet je nou kijken hoe je erbij is. Je hebt een spencertje aan met een mooi overhemd. Oké, dat betekent toch wel dat je een beetje netjes bij kan lopen als je gabber bent. Ja, is dat zo? Ja, ik vind niet dat je in een trainingspak moet gaan lopen. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat het gewoon veel netter is. En gabbers, ja, gabber bestaat eigenlijk ook niet meer. Trainingspakken, tijd is al lang geweest. Ja, het was over. Ik vind het wel. Dus dit is eigenlijk de nieuwe stijl gabber? Ja, dat ook weer niet. Eigenlijk heb gabber helemaal niks met kleren te maken of hoe je eruit zit. Het zit gewoon van binnen in je hart. Waar gaat het eigenlijk over? Nou hebben we zaal 1 en zaal 2 gehad. En er is dus nog een derde zaal. Ik ben heel benieuwd hoe de muziek hier is. Alleen aan de drank, hè? Zo te zien. Hey. Zullen we naar huis gaan? Ik heb het gehad. Als jij naar huis wil, dan moet je naar huis gaan. Nee, maar ik wil jou even naar bed brengen. Ja, is goed. Ik vind ook wel dat jij ook naar huis moet. Op één voorwaarde. Dat? Ik ga met jou mee naar huis. Jij stopt me in, maar je gaat me niet op mijn hoofd kussen. Ik mag jou niet... Beloof je dat? Ik mag jou niet op je hoofd kussen. Nee. Waarom niet? Dat ik weet dat jij er zo in bent. Jij doet dat. Echt? Oké, ik zal hem niet op zijn hoofd kussen. Ik zal je niet op je hoofd kussen, maar we gaan wel naar huis nou. Kom, lopen. Het is mooi geweest met Danny. Het is ook niet goed voor Danny, al die herrie. Danny, we gaan. Kom. Danny, we gaan naar bed. Waarom zit er dan helemaal? Fijne kussen. Lekker liggen, lekker liggen. Schoenen aanlaten, door erbij. Wel rusten, zoen op je hoofd zo. Nee.
Dat is rustig, hè?